kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. En in dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, benoeming DNA-lid Marinus B. tot DNA-voorzitter, persconferentie president Santokki na gesprekken met oud-presidenten en hygiënetips in verband met COVID-19. De Nationale Assemblée heeft een nieuwe voorzitter in de persoon van Marinus B. Het DNA-lid is op 14 juli 2020 verkozen in deze functie. Dit is gebeurd nadat de recent benoemde parlementsvoorzitter Ronnie Brunswijk op 13 juli 2020 is gekozen tot vicepresident van de Republiek Suriname. De nieuwbakken voorzitter neemt voor de derde achtereenvolgende keer zitting in het parlement. Hij is bij de afgelopen algemene vrije en geheime verkiezingen in het district Marowijne opnieuw gekozen op DNA-niveau. Het aantal leden dat ter vergadering aanwezig moeten zijn, die is ook aanwezig. En indien er geen andere kandidaten zijn, mag ik dan aannemen dat de voorgedragen persoon bij acclamatie gekozen is. Dus de heer B. Marinus is dan gekozen als voorzitter voor de overige duur van deze zittingsperiode als voorzitter van het parlement. Ik hoop dat ik duidelijk en correct heb verwoord. Mag ik nu de heer B. vragen naar voren te treden om als nieuwe voorzitter de eed af te leggen. Ik zweer dat ik middelijk, nog onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, in verband met mijn verkiezing tot voorzitter van de Nationale Assemblée, aan iemand wie hij ook zei, iets heb gegeven of beloofd, nog zal geven of beloven. Ik zweer dat ik om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten van niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen, middelijk of onmiddellijk. Ik zweer dat ik het welzijn van Suriname naar mijn beste vermogen zal bevorderen. Ik zweer gehoorzaamheid aan de grondwet en aan alle andere wettelijke regelingen. Ik zweer trouw aan de Republiek Suriname. Voorzitter B, u bent een politicus van formaat. U kent het klappen van de zweep. Al geruime tijd bent u al lid van dit college. Ik draag de overtuiging dat u als nieuwbakken voorzitter kundig leiding zult geven aan dit instituut. En dit instituut en de verantwoordelijkheden die verbonden zijn aan dit instituut op een waardige wijze zal kunnen dragen. En dit instituut en het volk van Suriname zal kunnen verheffen. Mag ik nu uitnodigen om de hamer van mij over te nemen. Mijn eerste woord van dank gaat uit naar de Allerhoogste, die alles mogelijk maakt. Afaya sang ebron in mi na wansan saptaki Asanta yeye ben suku a juiste occasie voor seigimi. A bigimana loktu, blessimi, want dobro fasi. Marowijne, uw naam is genoemd. Jullie mogen trots zijn, ja. Jullie hebben hard gewerkt, oerakoffing. En vandaag is het hier. Een vicepresident en een voorzitter van de Nationale Assemblée. We gaan door. Maar dat moet zich vertalen in ontwikkeling. En we gaan ervoor. Ik zou verder een ieder die in welke vorm dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het bereiken van deze bijzondere mijlpaal afzonderlijk willen bedanken. Maar alleen o lange tongsie. Er zijn wel enkele mensen die ik bij naam moet noemen. Vanwege hun specifieke bijdrage.
Vice-president-elect Ronnie Brunswijk. Biggie Bravo. Gaddafi. Gamba ala biamye lukui. En me giga antangi voor het vertrouwen in mij gesteld. En aan het trafasi ikotja pasi, want dim konja minofir no wan makamorona pasi. En ik bedank u daarvoor. De structuren van mijn politieke organisatie, de ABOP, ik dank u. President-elect Chan Santoki, voorzitter Rusland, voorzitter Somohardjo, ik bedank jullie ook voor de goedkeuring van mijn voordracht. En ook alle structuren van eerder genoemde partijen van deze voorzitters. Mevrouw Jenny Geling-Simons, die gedurende de afgelopen 10 jaar de voorzitter van dit college is geweest en een aanzet heeft gegeven om het fundament te leggen dat moet leiden tot kwaliteitsverbetering binnen dit orgaan. De goede dingen gaan we voortzetten. De politieke partijen of fracties, NDP en BEP, we bedanken jullie voor jullie constructieve bijdrage tot nu toe. Laten we het samen doen. Maar ik kan niet nalaten om mijn familie en gezin extra te bedanken voor hun bijdrage. Ik wil verder ook een aantal namen noemen die deze mensen zijn mensen die mij hebben gevormd. Mevrouw Davis als directeur van Milola Tour. De heer Alendi als directeur van Milola Tour. De heer Iwan Fernald als directeur van het IMEO. De heer Samson als directeur van IBW University. De heer McLean als directeur van de Sint-Tarsische School, de heer Iswardat en meester Veldman, al deze mensen hebben gewerkt aan mijn vorming. Ik dank u. Het parlement waar ik de komende 5 jaar leiding aan mag geven, staat voor grote uitdaging. En op ons als parlementariërs rust een gigantische verantwoordelijkheid. Met de instelling van het Constitutioneel Hof kan er nu een extra vorm van controle uitgeoefend worden op alle wetten die door ons worden aangenomen. We zullen ons daarom ervoor moeten beijveren dusdanige wetten en wetsproducten te vervaardigen die de toets van het Constitutioneel Hof doorstaan. Dit zal een nauwkeurige en gedegen voorbereiding vereisen voor alles wat dit college ter behandeling voorlegt. Uw opdracht, onze opdracht, is alles behalve eenvoudig. Dit gezegd hebbende, richt ik mij voor de eerste maal tot de nieuw aangetreden leden van het parlement. Het stemt mij goed om tussen de bekenden nieuwe gezichten te onderscheiden. Dit geeft de dynamiek binnen het politiek gebeuren weer en nieuwkomers zijn altijd welkom. Het parlement is nu uw politiek huis. Dus het is uw taak om uw frisse, innovatieve ideeën met ons te delen. Laat uw stem horen. Participeer in de debatten. En lever een constructieve bijdrage aan het parlementair werk. Onderschat u het werk niet. U zult veel offers moeten brengen, maar u hebt bij het afleggen van de eed beloofd dienstbaar te zijn aan het volk, wat dus ook van u verwacht zal worden. Aarzel u niet om bij de doorgewinterde collega's te raden te gaan. We zijn hier om u te ondersteunen. Alle 51 leden zijn volksvertegenwoordigers, dus het volk verwacht u allen regelmatig te horen.
Aansluitend hierop richt ik me gelijk tot het voltallige parlement. Ik vorm samen met u het parlement en voel me in geen geval verheven boven u. Vanaf het moment van toelating vormen wij tezamen, zowel coalitie als oppositie, één lichaam. Ik ben dan wel de eerste onder de gelijken, maar minangayu moest zitten samen. Onbehoorlijk of onfatsoenlijk gedrag is in ons politiek huis zal zonder aanzien der persoon worden afgeschaft. Smet op de Nationale Assemblée treft ons allen. Wij zijn elkaars hoeder en waken er gezamenlijk voor de waardigheid van het parlement in stand te houden. Ik wil verder benadrukken dat op het gehele orgaan, dus bij zowel de oppositie als de coalitie, de verantwoordelijkheid rust om de regering kritisch te volgen en te begeleiden. Het voltallige parlement is immers verantwoording verschuldigd aan het volk over de wijze waarop wij als volksvertegenwoordigers hun belangen bewaken, behartigen en beschermen. Voor de mantel der liefde is binnen ons parlement geen plek. De diversiteit en verscheidenheid mag geenszins ervoor zorgen dat het werk in zijn totaliteit stagnatie ondervindt. We zullen dit gegeven juist als leidraad moeten aangrijpen om tot grotere hoogten te komen. Ik verwacht zonder meer dat u zich als volksvertegenwoordiger naar eer en geweten van uw taak zult kwijten, zodat de dag des oordeels voor u geen onverwachte klap in het gezicht mogen zijn. We kennen allemaal dat moment. Regering, u mag zich dan ook voorbereiden op een parlement dat u de nodige ondersteuning zal bieden, maar indien nodig, niet zal schromen u van repliek te dienen. Het parlement zal als rechter over u oordelen en het belang van het volk ten aller tijden voorop stellen. U dient lands belang, dus u zult ons land in uw handelen steeds moeten dienen. U heeft allen een belofte waar te maken om voor ons volk de integere leider te zijn die het verdient. U bent dus vrijwillig verplicht om samen met ons ervoor te zorgen dat het Surinaams volk leiders krijgt waar ze trots op mag zijn. Om de woorden van de huidige president in de mond te nemen, wil ik aangeven dat dit nieuw seizoen er eens zal zijn van eengezind denken met de redding van ons prachtige land als hoofddoel. Ik wil eindigen met te stellen dat het voor ons allen een grote uitdaging is om politiek correct te zijn, maar bovenal politiek correct te blijven. Nou, na een momenti, pe makandra usa scrivi wa moro betre historia, giwi lobby kondre sranan. Grantang. De nieuw gekozen president van de Republiek Suriname, Chandrika Persat Santokhi, heeft gesprekken gevoerd met oud-presidenten van het land. Iets wat later na deze gesprekken heeft de president-elect een persconferentie gehouden. Tijdens deze persconferentie is hij ingegaan op de eerder gevoerde gesprekken. Ook heeft hij informatie gedeeld over het nieuwe kabinet. Inhoudelijk is er gesproken geworden over de financiële crisis in Suriname en hoe wij dit gezamenlijk zouden kunnen gaan beheersen. En daarbij is er assistentie geboden vanuit beide landen om deze crisis ook gezamenlijk te bekijken,
op basis nog van een nader overleg tussen beide ministers van Buitenlandse Zaken, van Suriname en Nederland, van Suriname en State Department. Er is ook gesproken over aantrekken van investeringen in Suriname. Er is ook gesproken over veiligheid, regionale veiligheid. Er is ook gesproken over samenwerking op het niveau van het bedrijfsleven en het creëren van toegang tot de markten in de eigen landen, maar ook in regionaal opzicht en ook in de rest van de wereld. Er is ook afgesproken dat er regelmatig overleg zal zijn en dat we nu gaan werken aan een nieuwe periode, een nieuwe tijdfase en een nieuwe toekomst waarbij wij als landen zowel bilateraal heel intensief gaan samenwerken op verschillende beleidsgebieden, maar ook dat de samenwerking zich zal richten naar het multilaterale, waarin beide landen de mogelijkheden gaan zoeken bij internationale organisaties, bij multilaterale organisaties, naar mogelijkheden om ook de financiële crisis in Suriname goed te kunnen beheersen, mogelijkheden van herschikking, mogelijkheden van herprofilering. En dat moet gebeuren op basis van een goede agenda, die dan samengesteld zal worden door beide ministers van Buitenlandse Zaken. Laten we beginnen dat ook vandaag in het parlement meneer B. is gekozen tot voorzitter van de Nationale Assemblée uit Abop-Kaliederen. President-elect is naast mij hier Sandrika Persat Santokki. Mijn persoon als vicepresident. In de ministerraad zullen we dan hebben de eerste vervanger van de voorzitter van de raad van minister. En dat is meneer Albert Ramdien. Die wordt dat. Maar het team zelf ziet er vols uit. Minister van Financiën en Planning komt uit VAP Kaliederen. En dat is meneer Armand Akaliber Singh. Nummer 2. Hebben we het ministerie van Justitie en Politie. En daar hebben we de ABOP. En dat is niemand anders dan Kenneth Amoksi. Nummer 3. Ministerie van Binnenlandse Zaken. En daar hebben we PL. Bronto gaat dan in plaats van de vader. Want in feite had de voorzitter van PL gezegd dat hij zelf zou gaan, maar hij heeft er al van afgezien. Dus Bronto Somohario, die wordt de minister daar. Nummer 4. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationaal Business en Internationale Samenwerking. Dat is ook van de VAP. En daar hebben we ons waargewicht. Dat is meneer Albert R. Ramdien. Nummer 5. Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Is ook van de VAP, Pratlap Siudin, zal daar de schepper zwaaien. 6, ministerie van Onderwijs en Cultuur, is van de NPS. En daar hebben we mevrouw Marie Levens. Nummer 7 op de lijst zien we ministerie van Volksgezondheid. En dat is ook van de VAP. Daar hebben we Amar Ramadin. Nummer 8. Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Dat is van de ABOP. En daar hebben we mevrouw Diana Pocky. 9. Ministerie van Defensie. Hebben we daar ook, is van de VAP. Krishna Mathura. Nummer 10. Ministerie van Openbare Werken. Is ook van de VAP en daar heb je Riyad Noor Mohamed. Nummer 11, ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie van de VAP. En daar heb je Saskia Walden. 12, ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, is van naar de ABOP. En daar hebben we David Abiamofo. 13, ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme wordt weer in het leven geroepen. En daar gaat ABOP. En daar hebben we
een inheemse, en dat is meneer Albert Jubitana. 14. Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Daar wordt PL Hanif Ramcharan. Gaat daar. Ministerie, dat is nummer 15. Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Dat is van de VAP. Rashma Kuldip Singh. Gaat daar. Dan hebben we nummer 16. Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Het gaat naar de ABOP. En daar gaat mevrouw Gracia Emmanuel. En de laatste. Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Het gaat naar de NPS. En daar gaat Silvano Tjun Aheng. Je hebt gehoord de namen van de kandidaten ministers. Ja? Die kandidaten zijn niet uit de lucht gegrepen. Voorgelegd aan de PG, anders dan dat onderzoek. Ja, milieuonderzoek. Dus het kan niet mis zijn. Dus laten we hopen, laten we bidden, dat we samenwerken naar een verandering. Kritiek mag, maar het opbouwend zijn. Ga niet beginnen van wat heeft jij, wat heeft Brunswijk, wat heeft Somohadjo, familiebedrijf. Dat laat niet ter zake. Belangrijk is, Suriname is time to change. We zijn verheugd. We weten dat het een enorm zware job wordt, maar wat ons betreft zijn we ready om onze schouders onder het werk te zetten, om onze bijdrage te leveren aan het team dat zo meteen zal aantreden onder leiding van president Chandrika Prasad Santokhi en vice-president Ronnie Brunswijk. We zijn er ready voor. Bedankt voor dit moment. De COVID-19-teller in Suriname dreigt het aantal van 800 geregistreerde besmettingen te passeren. Surinamers, laten wij op onze hoede blijven en de nodige voorzorg in acht nemen om onszelf en onze naasten te beschermen. De hygiënemaatregelen en de social distance van 2 meter zijn nog steeds van kracht. Doe voor altijd uw mondmasker op wanneer u de winkels, kantoren, zaken of openbare gebouwen en plekken betreedt. Het organiseren van evenementen en bijeenkomsten is nog steeds verboden. Was de handen voor en na elke handeling die u pleegt. Samenscholing met meer dan 5 personen is ten strengste verboden. Wees zorgvuldig, verantwoord en blijf alert. En dit was Focus. Laten wij met z'n allen COVID-19 bestrijden. Was en ontsmet uw handen na elke handeling. Doe altijd uw neusbedekking op. En als het niet nodig is op straat te zijn, blijft u thuis. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.